Goed, we gaan het examen afmaken. Het is een NASC 1 examen, VMBO basis, 2021 eerste tijdvak. Fiets aan plafond zitten we. Tom wil zijn fiets niet buiten stallen omdat hij bang is dat zijn fiets wordt gestolen. Hij heeft een manier gevonden om zijn fiets in zijn kamer aan het plafond te hangen. Hier zie je dat. Dat doet hij met behulp van touwen en controle, zoals je kan zien. Oké, de fiets zit met beide wielen in haken en wordt met behulp van twee vaste controllen en een touw omhoog getrokken. Wat is de kracht van de naam in het touw? Ja, dat is gewoon een beetje. Dat is de spankracht. De zwaartekracht op de wiel is 89 newton. De haken die het touw en de controle vormen samen een hefboom. De kracht die de Tom moet uitoefenen op het touw om de fiets naar het plafond te trekken is kleiner dan 89 kilogram. Gelijk aan 89 kilogram, newton, sorry. Of groter dan 89 newton. Nou, de antwoord is kleiner dan 89 newton. Dat komt doordat hij een katrol gebruikt die aan twee touwen hangt. Als je de fiets omhoog wil trekken, dan moet natuurlijk dit touw worden ingenomen. Maar ook dit touw moet worden ingenomen. Dus als je de fiets een meter omhoog trekt, dan moet je hier een meter touw innemen. Maar hier moet je ook een meter touw innemen. Dus in totaal 2 meter. Dus je moet dubbel zoveel werk doen, maar dat betekent wel dat je maar de helft van de kracht hoeft te gebruiken. Dus de helft van 89 newton. En dat is kleiner dan 89 newton. Ja? Dus die katrollen die helpen je met minder kracht die fiets omhoog te trekken. Alleen ja, je moet meer touw innemen daardoor. Dubbel zoveel, precies. En de helft van de kracht. Teardrop trailer. John heeft zelf een eenvoudige caravan gebouwd. De caravan wordt voor stroom voorzien door een 12 volt accu. Hier zie je die caravan. In de afbeelding zie je een deel van de stroomschema weergegeven met twee leeslampjes en een auto. Dus kijk, hier hebben we de accu van 12 volt. Hier hebben we twee lampjes, die staan parallel aan elkaar. Hier hebben we de zekeringen. Oké, parallel aan de lampjes staat ook nog een stereo. Die heeft ook een aparte zekering weer en is ook nog een hoofdzekering. Het ziet er goed uit. Over de leeslampjes staan twee zinnen. Omcirkel in de eerste en de tweede zin het juiste antwoord. Nou, de leeslampjes zijn parallel geschakeld, want ze hebben allebei een aparte tak, zoals je kunt zien. Dus als de stroom hier vandaan komt, die komt van de plus af. Dus die komt zo. En die gaat door het ene leeslampje en een ander tak, daar zit het andere lampje in. Dus ze zijn parallel. Dus als het ene stuk gaat, blijft het andere gewoon branden. En omdat ze parallel staan, hebben ze allebei 12 volt. De stereo heeft trouwens ook 12 volt, want die staat ook weer parallel. Dus even kijken, nou, dat zijn precies de twee antwoorden die hier staan. Dus het is een parallel schakeling. Dus de spanning wordt niet verdeeld. Oké. In de zekeringhouder zitten 3 zekeringen van 10 ampère en 2 zekeringen van 5 ampère. Wat moet dan de waarde van de hoofdzekering minimaal zijn? Dus dat D moet dan 40 ampère zijn. Nou, we zullen eens even kijken. Er zitten 3 zekeringen van 10 ampère in. Dus in totaal is dat dan al 30 ampère. En 2 zekeringen van 5 ampère, dat is dan nog eens een keer 10 ampère. Dus zit inderdaad aan 40 ampère. Ja, klopt. Hier staat het trouwens niet helemaal goed uitgeschreven. Dat ga ik even veranderen. Kijk, zo is het wel goed. 3 keer 10 plus 5 plus 5 is 40 ampère. Oké. Goed, rijexamen. Tijdens het leren voor zijn rijexamen ziet Denise een tabel over de reactieafstand en remweg bij verschillende snelheden. Dus even kijken, bij 30 km per uur, bij 35 km per uur, 40 km per uur, de reactieafstand staat er steeds bij en de remweg staat er steeds bij. Oké, hoe groot is dan de stopafstand bij 40 km per uur? De stopafstand is de tijd die je nodig hebt om, de afstand die je nodig hebt om te reageren. Plus de afstand die je nodig hebt voor het remmen, dus allebei samen. En het is bij 40 km per uur, dus we moeten deze onderste hebben. 11,1 plus 8,8, dat is 19,9 km per uur, die staat er uitgeschreven. En dat is inderdaad D, zoals je ziet. Oké. Je ziet een tabel met de reactieafstand op verschillende snelheden. 10 km per uur, 2,4 meter. Ja, jullie kunnen allemaal lezen, ga ze niet helemaal oplezen. Zet alle meetpunten uit en teken de grafiek. Een reactieafstand tegen de snelheid en teken de lijn door de oorsprong. Nou goed, het eerste punt zit dus op 10. Horizontaal is dat 2,4 verticaal. Dus dat is hier 10 horizontaal en 2,4, dit is 2. Dus dit die 2,4, dat zie je ziel. En 20, 4,8. 20 hier en dan 4,8 daar. 30, 7,2. Dat is hier. 40, 9,8. Dat is hier. En 50, 12,0. Dat is daar en je ziet die liggen allemaal netjes op de rechte lijn. Dan moet je er ook netjes doorheen tekenen natuurlijk.
Noteer de reactiestand bij 25 km per uur. Die moet je dan natuurlijk af gaan lezen. Dat is bij deze rode lijn. Daar ga je dus 25 km per uur op zetten. Dat is hier. Daar heb ik een rode lijn omhoog getekend. Zo. Hupsakee. Tot ik de grafiek tegenkom. En dan ga ik naar links. Hier die andere rode lijn zoals je ziet. Dan zie je dat je precies bij 6,0 meter uitkomt. Dus de reactieafstand is 6,0 meter. Nou, je staat hier alles tussen 5,9 en 6,1 zal goed worden gerekend. Ja? Oké. Harp. Elmira speelt op haar harp. Het geluid van de harp klinkt zuiver en helder. Je ziet in de afbeelding drie snaren aangegeven. Dit is 1, dit is 2 en dit is 3. Elmira slaat de drie snaren even hard aan. Over de verschillende snaren staat een zin. Omcirkel in de zin de juiste antwoorden. Het geluid met de hoogste frequentie of grootste geluidssterkte wordt gemaakt door snaar 1, 2 en 3. Nou, ze zegt, er staat dat ze alle drie even hard aan worden geslagen. Dus de geluidssterkte is van alle drie hetzelfde. Dus het moet wel, we moeten kijken naar de hoogste frequentie. Staat hier ook, zie je al. En als we kijken, de hoogste frequentie, dat is de snaar, dat is in de regel de snaar die het kortste is. We gaan even vanuit gaan dat ze alle drie even hard aangespannen zijn. De kortste snaar heeft de hoogste toon, dus de hoogste frequentie, dus dat is snaar nummer 3. Je ziet, dat is ook zo. Oké. Over het stemmen van een snaar staat een zin. Omcirkel in de zin het juiste antwoord. Elmira spant de snaar strakker. De toon wordt dan hoger. Als je een snaar aanstrekt, dan wordt de toon hoger. De frequentie neemt dan toe. Ja. Oké. Wereldreiziger. Peter heeft voor zijn vakantie een powerbank gekocht. Hier heeft hij mis handen. En een telefoon zo te zien, of een GPS-apparaat kan hij goed zien. Het ontladen van het volledig opgeladen powerbank duurt 11 uur. De capaciteit van een powerbank is 5,6 ampère uur. Dat betekent dat de powerbank in bijvoorbeeld 1 uur een stroomsterkte van 15,6 ampère kan leveren. Dus in 2 uur de helft van 15,6. Ja? Bereken de stroomsterkte gedurende de 11 uur van het opladen. Dan staat hier dat het 1,4 ampère is. Nou, hoe reken je dat nou uit? Dat doe je met de formule die hoort bij zo'n powerbank, bij een condensator, bij een batterij, bij een echt apparaat dat je op kan laden. Dat is deze. De capaciteit C is de stroomsterkte I maal de tijd T. Die vind je in Pinas 10.3. Daar noemen ze het de formule van de capaciteit. Nou, de capaciteit is 15,6 ampère uur. De stroomsterkte moeten we juist uitrekenen en de tijd is 11 uur. Ampère uur een uur, dan krijg je antwoord in ampère, dus dat is alleen maar goed. Hoe vind je die aandacht? Nou, I maal 11 is 15,6. I is dan 15,6 gedeeld door 11. Hier staat 1, maar dat moet 11 zijn. Is 1,4 ampère. Dan staat dat goed, 11. Oké, laatste vraag dan over de powerbank. Staat een tabel met een aantal eigenschappen van de powerbank. Noteer de ontbrekende eenheid op de juiste plaats in de tabel. Dat soort eenheden kun je altijd vinden in tabel nummer 6 in de BINAS. En als je van de spanning de eenheid opzoekt, dan is dat de volt. En als je van vermogen de eenheid opzoekt, dan is dat watt. Hier staan ze volt en watt. Dat was het voor dit examen. Op het vernieuwde kanaal staan nog veel meer andere dingen ook. Misschien kun je een keer kijken als je er interesse voor hebt. En als niet, dan wens ik je veel succes met je eventuele examen wat je moet maken of een tentamen. Wil je tot ziens.